ja, bij de social media vanavond was dat heel erg kennisuitwisseling naar voren kwam. En daarnaast ook in dialoog gaan met je doelgroep. Ja, de laagdrempeligheid van contact maken met ouders, dat merkte ik eigenlijk al direct. Nadat hij je Facebookpagina een week draaide, merkte hij al van nou doe je iets wat wij leuk vinden en waar we in mee willen. Hè, want je bent eigenlijk bezig een ingewikkelde boodschap over te brengen. Want dat is toch eigenlijk je doel om zo'n Facebook te starten. En heel geduldig zijn. Dus niet verwachten dat gelijk je publiek alles begrijpt wat je aan het doen bent. Maar ze in hele kleine stapjes meenemen in jouw verhaal. Social media is echt het zorgen dat mensen met elkaar over leuke dingen kunnen praten. Ook met de juiste mensen over leuke dingen kunnen praten. Dus het faciliteert, ja, wat ik zeg, net heel erg het dorp. Maar het dorp is veel groter. Dus dat je dus allemaal mensen in je dorp kan hebben die je leuk vindt. En dus ook leuke gesprekken mee kan voeren. Wat je niet moet onderschatten is dat heel veel bedrijven bestaan, of hebben bestaan zich ontleend jarenlang aan dat zij meer kennis hadden dan wij consumenten. Dus zij zijn gewoon niet van de openheid. Terwijl de moderne bedrijven, die neem bijvoorbeeld Facebook zelf en Google, ja, die liggen veel beter en die snappen veel beter dat transparantie, zorgen dat mensen met elkaar in debat gaan, ook als het niet leuk is over jou, wat heel veel oude bedrijven niet willen, dat vinden ze veel makkelijker om dat te doen. Ja, mijn advies aan zo'n basisschool is toch om klein te beginnen en dan toch een adviseur erbij roepen even in het begin en een professionele pagina te starten. En dan begin klein en dan zie je wel hoe het gaat lopen en hoe de hazen lopen en hoe je daar een beetje tussendoor wandelt, want dat is het eigenlijk. In de toekomst zie ik dat social media weer daar komt waar het hoort, namelijk gewoon op de achtergrond. En dat je dan vervolgens ook nog weer mensen naar jouw bedrijf kan halen, dat is een tweede stap. Dat zal op een hele andere manier gebeuren dan nu geprobeerd wordt. Niet via de ads, maar veel meer door mensen ook echt iets te bieden waar ze waarde aan hebben. Verrijking van een dialoog of verrijking van hun eigen leven. Die twee zijn de enige opties die ik zie voor bedrijven om succesvol te zijn. Met behulp van iets wat op social media lijkt. Iets wat te maken heeft met interactie.